Ja, Aline Mermans, door omstandigheden als Red Flame niet bij, maar toch hier aanwezig. Hoe speciaal is het hier allemaal? Ja, het lijkt erop dat het een onvergetelijke voetbalavond gaat worden. Hè. Ik had het daar straks op mijn Facebook ook al gepost. Gewoon het feit dat er zoveel Belgische supporters hier vandaag onze Flames komen aanmoedigen, dat is een fantastisch gegeven. En ja, dat is op zich al gewoon heel, heel speciaal voor de meisjes zelf ook. Ze beseffen dat maar al te goed, dat dit iets unieks is en hopelijk krijgt dat nog een mooi vervolg. Hoe trots ben je op je teamgenoten? Ik ben heel fier. Ik moet zeggen, na de eerste wedstrijd was ik iets of wat teleurgesteld in het geleverde spel. Maar ze hebben dat tegen Noorwegen dubbel en dik rechtgezet. En ik heb mijn felicitaties meermaals naar hun doorge-sms'd. Ja. Ja, en de fans hebben er ook al 3 keer gewoon een fantastisch feest van gemaakt. Ja, je voelt dat ook. De 12e man, die krijgen waardering voor wat ze doen. Het is in 2 richtingen en dat werkt supergoed. En dat gaat vandaag denk ik weer zo zijn. Is al die spanning eigenlijk goed voor je hart? Ik heb mijn hartslagmetertje aan en af en toe gaat er een tuutje komen als ik met de hart aan het opwinden ben. Maar goed, ja, ik kan dat moeilijk uitschakelen. Hè. Emoties horen bij voetbal, zeker als mijn collega Flames op het veld staan. Dus ja, geen probleem. Dus vandaag gaat het een keer in overdrive? Waarschijnlijk, maar dan doe ik het morgen heel rustig aan. Oké, bedankt.